Kijkers, goedendag. Ik heet jullie van harte welkom. Wij staan vandaag in de Houtuinweg, waar er een kwestie is van grondroof. De heer Sidhu heeft ons geroepen om zijn probleem te belichten hier. Hij moest vrijdag zien dat er een grafmachine op zijn perceel stond. En hij weet nou ook niet van wie de grafmachine is, maar op het beschikking dat hij heeft gekregen, ziet hij de ondernemer of de persoon die deze grafmachine gestuurd heeft wel. Dus laten wij meneer Sidhu vragen wat er allemaal hier gaande is en hoe dit alles gebeurd is. We staan hier met de heer Rajan Sidhu. Goedendag meneer, hoe gaat het met u? Goedemiddag. Naar omstandigheden maken we goed. Maar waar we over nu gaan praten, dat een Edangrao-Pinso. Dus daarom hebben we jullie uitgenodigd. Meneer Sidhu, kunt u ons vertellen wat er hier precies gaande is? Oké. U ziet die perceel hier. Deze perceel was van mijn oma, van mijn aji. Hè? Mijn aji had 6 zonen. En al die 6 zonen hebben hier gewoond. En zij, dus die ooms, die kakas en dadas, die waren van de tweede generatie, wij zijn van de derde generatie. En de vierde en de vijfde generatie, die is opkomende. Oké, het verhaal is, Mahaji die woonde in bij mijn vader. Mijn vader was de jongste. En op grond daarvan was dat perceel overgedragen aan mijn vader. Mijn vader is 25 jaar geleden overleden. En daarna kwam er een kleine geschil tussen broers en zus onderling. En dat is de reden geweest dat de perceel nooit aangevraagd is geworden of verdeeld is geworden. Het is zo gebleven. Maar behalve mijn broers en zus, die neven die hier wonen, die hebben ook gebruik gemaakt van die perceel. In het begin hebben we hier op rijst geplant. Ja? We zijn groot geworden met het eten van rijst vanuit deze perceel, groenten vanuit die hoog en gelegen stuk. We hebben hier op houtskool geproduceerd en zo hebben we onze ouders geholpen om hun kinderen groot te brengen. Dus dit perceel heeft een emotionele waarde voor iedereen hier. En iedereen zegt van geschokt te zijn toen ze afgelopen vrijdag hier een machine hebben gezien. Onbekend, helemaal niets eerder gehoord van die perceel behoort aan iemand anders. Maar goed, dat is die emotionele kant van die perceel. 10 tot 12 jaar geleden heb ik dat perceel helemaal omrasterd. Ja, heb ik koeien erop gedaan. Maar er was een jaar dat er zo veel geregend had, dat er geen plek meer was voor die koeien. Dus koeien zijn dood gegaan. Uiteindelijk, de laatste koe weet ik ook niet of hij dood is gegaan of ergens anders is beland. Maar goed, dat was de reden dat we gestopt waren met die koeien toen. Maar toen het beter werd, heb ik toen omrasterd. En er was een inrit hier met 3 kokers. Terwijl de overheid bezig was die trends hier op te halen, hebben ze die kokers weggehaald omdat die koker helemaal in de modder was gezakt. En in welk jaar was dat? Dat was 2 jaar geleden, ja. Je ziet die kokers daar ook liggen. Dus we konden die terrein niet meer betreden. Dus 2 jaar lang, hebben we onze koeien niet op die perceel kunnen zetten. En het was zo gebleven. En terwijl we nog aan familie onderling bezig waren met verdeling, zijn we tot verrassing gekomen dat afgelopen vrijdag hier een machine is gedropt. En op navraag heeft die operator ons de volgende dag papieren gewezen dat ze een beschikking hebben. En daarna dacht ik van, hoe moet ik verder? We hebben daarna de heer Suraj Sadeulal ingeschakeld, voorzitter van de presidentiële commissie, die voor zulke zaken inkomt. En hij heeft dan jullie uitgenodigd om een en ander te verslaan. En de gemeenschap hiervan op de hoogte te stellen van wat er gaande is. Het moet wel gezegd worden dat mensen 25 en langer jaren bezig zijn om hun papieren in orde te krijgen. Het loopt niet. En je ziet dit ding, als je naar die verloop kijkt, dan is dit ding binnen 2 jaar geregeld. En dan vinden we dat dit onderlinge
regulaire rijders. En weet u intussen van wie, of ja, wie dit alles gedaan heeft? Dit is die beschikking. En Jackie's Excellent Services NV. Die beheert, of op die naam staat die beschikking. En als je het goed kijkt, ja toch, als je goed kijkt naar die perceel is meer dan een meter laag dan de hoefweg. Dus dat mensen hier kavels gaan kopen, denk ik niet. En dat ding zo in elkaar ja, is ingezet dat het een verkavelingsproject is. Ik denk het helemaal niet. Ik denk het helemaal niet. Dus is net wat men zegt. Men is bezig met een grondroef. Dus vrijdag zag u gewoon een graafmachine hier geplaatst en hij begon te werken. Ja. En dus u heeft geen melding gehad, niets van tevoren? Helemaal niks. Helemaal niks. En, ik ben rustig bij die overheater gegaan. Hij zei van hij voert opdracht uit in opdracht van zijn baas. En toen ik hem vroeg, wie is je baas? Heeft hij gelijk zijn telefoon gehaald en hij heeft gebeld. Ik heb met hem gesproken. Die meneer zei van, hij handelt in opdracht van de opdrachtgever. En toen ik hem vroeg wie die opdrachtgever is, kon hij me die naam niet doorgeven. En daar begon een lichtje aan te branden van, dit lijkt op een formulier. En dat was afgelopen vrijdag? Dat was afgelopen vrijdag, ja. En heeft u tot vandaag, ja, maandag al werk van gemaakt? Vrijdag ben ik dan naar de BO gegaan. Ik ben met twee personen van de BO gekomen. En die heren weer netjes benaderd en zij hebben toen die beschikkingen tevoorschijn gehaald. En daarvan heb ik dan die foto kunnen maken om u te tonen. Dus ik praat niet uit het hoofd, het zijn zaken die zichzelf voor zich spreken. U zei daarna dat het een verkavelingsproject wordt? Ja, het is op diezelfde beschikking van die man. En, dat ziet u hier. Alles verdeeld in stukjes. Met perceel ID en alles. Dank u. Dus daarom zei ik van, we hebben toen we willen nu gebruik maken van de presidentiële commissie. Om dan tenminste dat de ding teruggedraaid wordt. Ja? En ja, dat we ons perceel weer kunnen bewerken. En zeg maar, onze veeteelten erop doen. En dat de kokers weggehaald zijn 2 jaar geleden door de overheid. Ja. Wilt u nog wat daarover zeggen? Nou ja, in deze gaan ze een speciaal machine sturen om dat te zetten. Mocht er zijn dat we de hoop krijgen dat we die perceel terugkrijgen, dan gaan we die koker zelf zetten. Oké, en we staan hier met de voorzitter van de presidentieel werkgroep Lili Dorp, de heer Soerets Sahadeola. Hoe gaat het met u? Nee, het gaat niet helemaal niet goed. U ziet het zelf. We zijn nu hier in Lili Dorp, familie Sidhu. Als werkgroep zijn wij geconfronteerd geraakt met een case. En het gaat om een grondroof kwestie. En als werkgroep zijn wij ingesteld om zich bezig te houden met de verschillende sociaal-maatschappelijke problemen van ons resort. En dit is een van de problemen. En u ziet het, meneer Krishna, in Suriname is er nu een soort grondroofplaag gaande. Dit is niet vanaf nu. Toch? En wat wij zien, dat recent ook nog in Saramaka een jongere persoon is omvergereden door een ATV. En het was een grondroofkwestie ook daar. Die man was bezig in zijn vader, zijn perceel. Hij was bezig om voor zijn vader te werken. En een tegenpartij kwam daar, die niet eens is. Ja, omdat de man om architect van de man kan behouden man grond. Dan is die man omver gereden. Ja. En die jongere was ook in het ziekenhuis beland. En hier zien wij ook hetzelfde geval. Ja, mensen, ouders die hebben gewerkt hier. Familie, kinderen, iedereen hebben een bepaalde band met hun perceel. En wat we zien nu eigenlijk aankomen, en de jongeren zeggen het ook, van dat ze eigenlijk geen geloof meer in politiek Suriname hebben. En geen geloof in politiek Suriname komt onder andere door de grondroofkwestie in Suriname. Want die kinderen zeggen ook, mijn ouders, mijn vader en moeder, ze hebben zwaar geploeterd op hun perceel. Ze hebben hun papieren niet gehad. En wat voor zekerheid is er voor ons nu dat wij ons papieren gaan krijgen? En dit is een terechte opmerking. Men leeft in een soort onzekere fase. En de jongeren, de first voters, de mensen die straks voor het eerst gaan stemmen, als je hun geen zekerheid kan aanbieden, waarmee zijn we nou bezig hier in dit land? En dit wat wij hier zien, meneer Krishna, het is iets dat uitgegeven is op papier.
Denk je dat een beschikking zomaar wordt uitgegeven? Er komt een grondinspecteur bij kijken die een rapport gaat maken. Die gaat vervolgens naar de hoofd. Ja, van grondinspectie. Van daaruit gaat het naar onderdirecteur, directeur en minister gaat tekenen. Wilt u mij zeggen dat al die schakels, ja, dit alles hier over het hoofd heeft gezien? Dat het er om een perceel gaat van een familie die nog in een geschil was. Ze zijn nog niet klaar met hun familiaire problemen. En je gaat hun grond zonder in overeenstemming met hun aan derden uitgeven. En het is nog erbij een swamp. Ja, look what up, he. Look what de omrastra grond. Na kouwe, en grazen in agorjari jaso. En het is uitgegeven en het is op papier al verkaveld. Zonder toestemming van het ministerie van Openbare Werken. Want een verkavelingsvergunning krijg je van het ministerie van OE. Dus je ziet dat dit is nou een soort politiek set. Ja? Asan is nou een politiek play. En wanneer wij kijken naar landen. Ja? Grondtapu abi bijna 196 landen. Met hun leiders. Waarom gaat dit eigenlijk hier? Het gaat om de overheid. En de overheid als sector, als wij praten over de effectiviteit van de overheid, zijn er die indicatoren die erbij komen kijken. En het gaat erom de kwaliteit van onze openbare diensten, de kwaliteit van het ambtenarenapparaat, de kwaliteit van de beleidsformulering en beleidsimplementatie en de geloofwaardigheid van de regering van inzet om deze aspecten te behouden en te verbeteren. Is er wel rekening degelijk hiermee gehouden? Of is er een bakbouwwinkel gaande daar bij het ministerie van GBB? Ik denk van niet. Er is een bakovenwinkel daar bij het ministerie. We hebben geen ministerie van GBB. Maar een bakovenwinkelorganisatie. Want vandaar dat er zo gewerkt wordt. Want het is niet alleen maar één geval. Lelydorp heeft een aantal grondroofgevallen gehad. En zo in alle andere districten. En het gaat steeds door. En wat zien we? Dat... Zo komt de president hier ongeloofwaardig over. Men heeft geen belief meer in de president. Die is nou wat is aan dat de man nog waaier en niks van president. Wij zijn van de presidentiële werk. We zijn op het veld. We zitten niet in een kantoor te denken dat het goed gaat met Suriname. We gaan met de man. We gaan met de man op straat. We gaan met de man op het veld. En je ziet dat Sana de Sansa ik al inzien. En dit is nou wat een probleem. En het is een politiek probleem. Want recent heeft een politicus... Bekende politicus via een programma ook gezegd na sommo bij Brokovine. En na een sandeman bij Brokovine, grondbeleid. Kijk waar de NPS vandaag beland is. En na Samson die ook toe nono gaan, omdat de man saptak president Santoki in een man fighter man is op noang niveau. Nationaal, internationaal is die man sterk en clean. Overal is hij welkom. Maar intern, dat via GBB is men bezig om zijn achterban te duperen. Is men bezig de jongeren die voor zijn partij stemmen en gaan stemmen ook mensen die van plan zijn. De man is zoekof druk de man. Met dat een bribi gwe uit dat partij voor PA president gekozen. Dat na heer politiek jazo. En dit ding is een set van de ABOP. Want luister, ik ga je ook zeggen en ik ga het zeggen, want het moet gezegd worden. Ja, want de mij tak openlijk naar DNA. Toch? Want de DNA let voor ABAP. Minus af van mijn sampina van mijn karis refi. Toch? En man tak ja, de Hindustani tek den grong. Maar dan nou unu e tek den en we gide maar gratis. Terwijl de Hindustani ek zeer de grong. Mi want tak ga man na jube abba grong. Tak je gide maar, tak je man contact zo. En rotzooi voor de man is moest hou op. We moeten hier in dit land praten over correcte beleidsformulering. Ja, en wat zien we? Tak, dit is nou een politiek set toch, voor horsman als potu. Dus terwijl de man tegen de man tak lukken, mi wan jepju jaren, mi wan sedem man of mi kon, mi wan gie wan bouwkafel, maar na adem man fatra, partijen draaien z'n antwoord. Dus mi noma jep mi moro. Dus de man voor abab tegen de man, sa egi de man agrong tap papira tak, ey, mi verkafel ba, toen tak man uabuang go pis grong jaso. Dan gaan ze tegen die mensen zogenaamd zeggen van jaren, mi ben wan jepju, maar lukken na de man fatra, partijen de man draaien z'n gie unu. Dat is de man tegen de man dat hier en ik ben wel jepi. Maar de man nou niet, dus in dan stemt op mij, met mij kan ik doen aan jou. Voor mijn kiesstem, like partij. Dit is niet een politiek naar onze abab de bezig. Maar zo hoort het niet. We zijn in een samenleving, iedereen heeft problemen. Mensen hebben jaren hier gewerkt. Mensen hebben een emotionele baan. Die mensen moeten hun grondpapieren krijgen. En als die mensen niet willen werken op die percelen, dan de man tekenen we overeenkomst naar het ministerie. Dan kan je naar grond, ook aan Giagron, want Traman kan vinden. Dan kan je overgaan tot derden. Maar niet dit wat nu gaande is. Toch? En bouwkavel is een issue in Suriname. Wij weten dat. En mensen hebben toch geschreven, 18.000 woningen.
En wat de AVP voor ons heeft gebaren, tegen wat in Bel Biggie Bravo. Wel, alle de mensen aan het bellen, man, dan moet je dat FFN wagen of niet. Bouwkavel, je gaat geen politiek armee zo willen bedrijven. Het werkt niet. Ja, je hebt zoveel gronden die vrij is. Kwamowijnen, Saramaka, Para. If you want on bos de grond, ga je machines moeten inzetten. Je gaat infra moeten maken. Je gaat EBS, SWM daar moeten aansluiten. Toch? Je gaat je netwerk moeten opzetten, waardoor je dan die bouwkavels kan gaan uitgeven. En je kan gefaseerd beginnen met 1000, 5000, 10.000. Maar je gaat geïnvesteren. En Suriname heeft geen geld dat men gaat zeggen van, hé, ik ga jullie 50.000 bouwkavels verdelen. Amo niet dat nodig. We gaan een stapsgewijs moeten opbouwen. Maar het ministerie is bezig. Het ministerie van Openbare Werken is toch nu bezig om terreinen nu bouwrijp te maken. Infra en kondapetak, je kan gaan naar je grond. Want andere regeringen hebben mensen bouwkavels gegeven zonder dat er een weg daar was. Toch? Nu is men bezig, stap geweest. Maar terwijl de man die bezig naar een actorie, dat je ziet dat mensen hun bestaande percelen worden afgepakt. En hier was swampu. Pekawe grasijas. De man teka swampu toe, jongen. Gaat men in een swamp komen wonen? Na zo iemand, je hebt de man voor je partij. Na swamp moet je de man moest gaan bouwen. Dat is de man zoeken, dat is de man. Dus zie hoe onverantwoord men bezig is. En wij doen een oproep nu aan de president van Suriname, concreet president. Je noemt denk ik dat de man abribit op je. Als dan is dat gebeurt, een grondtory, men wil niks meer horen van niemand. En abab noemt denk ik dat de man ook stemt op hem. Hoe nu dat na zomaar, na uitschakelen, we uitschakelen. Als people nou hier niks, want men zegt het ook toch. Waarom de partij bent naar regeren, NDP, centrale bank de man beroof. Waarom de partij kon naar maakt die, dit is naar grond de man beroof. En zei de man dat hoe VAP de naar maakt die, maar VAP normaal zit papieren als refi, die uno. Dus president, dit is naar waarom de sani, per de man nou hier niks voor u eigenlijk. Dus u moet nu ingrijpen, want de jongeren, de jonge gemeenschap is onzeker. De ouderen hebben 20 jaar, 25, 30 jaar er doorheen moeten gaan zonder een papier. En nu, die jongeren leven ook al nu in onzeker fase. Want de man is die tak van, hé, terwijl mijn pannen maar 20, 25 jaar de man bij de pagroon doen, tramai tek de groen, jongen. Zou op z'n gaan, uno. Is dit wat wij in Suriname willen hebben? Is dit politiek Suriname? Het is gewoon een bakovenwinkel, rommelorganisatie, man. En als werkgroep hebben wij dit vandaag via de media willen zeggen. En u weet, mijn mama meer tak altijd waarheid. Ja, litori neb sa, met takasan, lekvaasan de, lalalam, met jare kafezi. Omdat afvolgsabfaasan de, en de waarom moeten wij zaken onder stoelen en banken schuiven? We moeten de realiteit naar voren brengen. Laten we als realisten hier in het land gaan wonen en werken. En we moeten de dingen zeggen hoe het gezegd moet worden, zodat er een oplossing kan komen. En dat is waarvoor wij streven. Dus volgens u is de ABO bezig met dit soort zaken? Helemaal, ik sta erachter. Dit is naar ABO. En wat zou ik tegen de man? De man noemt, denk ik dat Asali zou gaan zo door. Ja. Als de campagne moet zetten op tegen de man, tegen Asali, dan zou ik beginnen voor Lelydorp. Vanuit Lelydorp. En president, de voor Lelydorp. Amang naar Jamaica. Voor Jasso was start de campagne. Want de man noemt, denk ik dat na constant je kon naar Lelydorp. P.A. president is dan, jongen. In Amang, resort P.A. man. Uit de 2-3 resort de 20.000 stem van VAP Vini, abab na landelijk de mij suku a 20.000 stem. Toch? In een resort dat je suku kon tek de man at grong. Dit is bewust, man. Dus men moet niet denken dat VAP je vrede of de man voor VAP zat in een systeem, de man om man doen niks. Je herinner, Asanis moest hou op. En voor Lili Dorop weer taking. Dat dit ding moet nu ophouden, het moet nu stopzetten. Asanis no kango so dorop tak je kontek mangro, man. Toch, en if a ministerie, if de man moest dribi de man van ministerie, ja de man moest drip de man. Tot tramang, zet deskundigen. Toch, laten we met mensen werken die kennis hebben van zaken. En kogi de man papieren. Dit is anno, tak a money voor IMF ook batten. Tak te yogi de man papieren. Dit is na papieren, no, want 2-3 A4'tjes tot de man finito. Kogi de man a papieren. En if na president moest put one man uit één partij tap a ministerie, dan moet het gebeuren. En men moet komen zeggen van, ja. Dit ding is een strijd van VAP, ABAP, omdat na VAP want te kan ministerie. Je weet nou, maar tegen ons aan niet. Je hebt ministerie nu, dat is wat je doet. Je roof. Iedereen is onzeker. Jongeren hebben geen vertrouwen meer in politiek Suriname. Hoe verder nu dan? Je hebt Biggie John op het podium, je want een president. Want ministerie schrijf je nou aan draai. Dat is wat je doet, like president voor Suriname. Is Suriname als organisatie, als land een bakovenwinkel? Gaat ons land als een bakovenwinkel niet voor de wereldgemeenschap gepresenteerd worden?
de TU Tron president. Want die Tron VPIV ministerie begint het ministerie fino. En 3 jaar en meer niks in de man doet dat. En de man om kon tegen dat hij de man voor VAP in de Loes Monique ministerie. Ja, nou, dat ben een papier aan moest zetten. Dus de papieren is er in de city. En hier die sponsors, dat papieren is er in de man bij het ministerie. Dus laat mensen ophouden met al dit soort nonsens hier in het land. Ja, en wij willen gaan voor een correcte Suriname, een correcte politieke voering, een gezond politiek Suriname, zodat de jongeren, de ouderen een toekomst kunnen bouwen hier in het land. Dat ze een zekerheid kunnen hebben hier in het land. En dat er geen angst en onzekerheid gecreëerd gaat worden, dat mensen geen hoop meer gaat hebben in Suriname. Want we zien dat van de mij van huis Guadoro zitten. Mensen gaan naar het buitenland. Mensen die een goede baan hebben hier in Bijen. Internationaal gerenommeerde bedrijven. De mij liep ook onder de mij weg. Ik denk dat de man ook al de kerstjes aan is voor de mij zijn in de politiek voor Suriname. Die mensen zijn gestudeerd, ze gaan in een ander land vestigen. Maar niet iedereen gaat dat kunnen doen. Maar dit kan stopgezet worden. En de president van Suriname, zijn excellentie Santokki, moet nu zijn leiderschap tonen. Want hij moet niet opkomen voor het volk. En moet hij if Amalis Teka ministerie en if VAP Amai Potwama, na dat na asansa a volk wani ook toe. Want tapa mana de ma ababribi. Maar if you know doen, de man abribi tap you moro. De man no stem tapa Amalis moro ook toe in 2025. Want dat a volk wani toe. Want is er een ministerie van de VAP dat men daar onzeker heeft of dat men angstig is dat men jouw dingen gaat afpakken? Is er een ministerie van de VAP? Sinds de oprichting van de VAP tot heden, nooit ga je horen dat men een onzeker gevoel had bij een VAP-ministerie. Er is altijd respect, waardigheid, betrokkenheid. Ja, je warmtegevoel was er altijd aanwezig. Dat je ziet dat aparte je ook je people. En na Semsa, na volg maar niet. A presidentsreffer zit dat in uit een eigen resort. VHPRR et tangja zo. Meneer Sidhu, Abraz Hifeing, grootouders Grong, de Michael Roof. Wat is dit man? Ophouden met dit soort rotzooi hier in het land. Er is ook een geval van Okrodam. Hoe staat het daarmee? Nou kijk, geval van Okrodam. Alla de case dat ik kon aan Meldpunt. Isabi Meldpunt is ingesteld, maar Meldpunt is geen ministerie. Meldpunt is een werkgroep onder leiding van de president, zodat je zaken onder zijn aandacht kan plaatsen. Maar voor per de papieren ik moet. De papieren ik moet van ministerie. Ik ben ook van Meldpunt. Ik heb bijna 200 mensen gebracht naar Meldpunt. Normale verlengingen van beschikkingen. Aan de city. Meer dan een jaar wachten die mensen. Maar aan ministerie. Moest voor de papieren. En nou aan Meldpunt ook GUA beschikking toch. Maar de beschikking niet. Moet toch. Dus zaken via Meldpunt gaan. Mensen komen. Mensen rapporteren. Maar tak de mij vinden papieren. Het lukt maar niet. En ik ga het zeggen hoe het is. Toch? Dus dat ding van Meldpunt. Of het goed is of het niet goed is voor mij, voor nu zeker dat het geen nut heeft. Je moet daarbij het ministerie aanpakken. Want dan voor dat bij de zaai zit hij. Toch? Dus daar moeten we zaken gaan corrigeren en aanpakken. En dat moet gezegd worden. En dat moet ook aangepakt worden. Want Suriname wil dat niet zo hebben. En wij maken deel uit van de grote organisatie Suriname. Dus laten wij zaken als Surinamer bekijken. En dat we in een groter context belang van Suriname op een correcte manier gaan moeten vooropstellen. En hoe zal dit grondkwestie van de heer Sidhu aangepakt worden? Natuurlijk, hij gaat zijn aanvraag indienen. Toch? Amasref tegen dat de man bij de eeuwen geschil aan familie. Dus dan nog bij City. Dus nu denk ik, de man schrijft zich tak van, terwijl de man bij bezig aan en zal niet trauma, ik kon zoeken of naar de man gerong, zonder of actie de man of zonder wat overeenstemmen. Dus nu gaat de heer Sidhu zijn zaken in orde moeten maken. En hij gaat zijn papieren niet moeten krijgen, toch? En dan tekje ook over man gerong, toch? Omdat de familie nog bij de eten zo ver aan de man aanvragen dat je gaat roepen aan mangro. Nou, precies zo dadelijk na te op mijn oorzaak toch, te asantroom om tien boedels aan, dus omdat mijn eko uit naar mijn familie, dat je tegen je lekker partij, dat omdat mijn de regering, de man van mij naar ons, de man vertelt dat je drip de man, je gaat naar ons. Chaos, no? Dit wil men in Suriname. Nee hoor, het kan niet zo doorgaan. Dank u wel, meneer Sudhu Tsahadeula.